Ooit waren zeelui stoere mannen met baarden die met scheurbuik de orkanen en reuzengolven trotseerden. Tegenwoordig staan ze in een smetteloos uniform met een getrimd baardje en een glas champagne op een gepoetst dek en drukken op het knopje van de automatische piloot. En dat kan alleen maar omdat wij Nederlanders van die schitterende boten kunnen bouwen. De wereldzeeën bedwingen is al een enorme uitdaging. Maar om dat in stijl te kunnen doen, vraagt om een expertise en ambacht van ongekende klasse. Hier achter mij werken elke dag meer dan 350 mensen aan superjachten waar je wel van kan dromen. Het kan zijn een jacht van 40 tot wel yukons van 80 meter. Ja mensen, we hebben het over vakmanschap XXL. Wat in 1884 als werf begon om kleine houten werkschepen te bouwen, is zo'n 135 jaar later uitgegroeid tot een bedrijf van wereldformaat. In het Overijsselse Vollenhoven bouwt Royal Huisman luxe custom zeil- en motorjachten die tot ieders verbeelding spreken, maar slechts voor een enkeling zijn weggelegd. Jurjen van het Verlaat is al ruim 22 jaar een rots in de branding van het bedrijf en weet net als zijn collega's alles, maar dan ook alles van superjachten. Ja, het is echt gigantisch. En dit is nog maar een klein stukje van de voorkant van het schip. Wat wordt hier op dit moment gebouwd? Dit is de boeg van een jacht, de voorkant van een jacht. En uiteindelijk moet ze 52 meter lang worden. En dat wordt het grootste privé sportvisjacht ter wereld. Wat is de maximale lengte waarop een jacht gebouwd kan worden nu? Wij bouwen ergens tussen de 40 en de 100 meter lengte. Maar je ziet ook wel dat die bovengrens steeds verder opschuift. Men wil steeds langer. Daar gaat het natuurlijk om. Wie heeft de grootste? Ja. Hoe lang duurt het bouwproces van zo'n jacht? Afhankelijk van hoe vol we zitten, hoeveel opdrachten we tegelijkertijd hebben. Het is ongeveer 1 jaar voorbereiding en 2 jaar bouwtijd. Dus 3 jaar moet je sowieso op je jacht wachten. Oké, dan wacht ik wel even. Dit grootste vissersjacht ter wereld is, net als alle andere jachten van Royal Huisman, opgebouwd uit aluminium. Dat maakt het skelet van het jacht makkelijk bewerkbaar, maar vooral licht. En dat is hard nodig, want met deze enorme afmetingen zorgt gewichtsbesparing niet alleen voor meer snelheid, maar ook voor minder brandstofgebruik en meer efficiëntie. De bouw van ieder jacht begint met het leggen van de kiel. De kiel is eigenlijk de ruggengraat van de romp van het schip en dus de basis. De bouw hiervan gebeurt ondersteboven, zodat de losse schotten en spanten gemakkelijk gemonteerd kunnen worden, waardoor de constructie van het jacht gestalte krijgt. Een van de verantwoordelijke mensen die dit meerjarenplan heeft uitgewerkt is ingenieur Jochem Hamstra, die als geen ander weet hoe je een superjacht bouwt. Dit is natuurlijk het creatiegedeelte. Dat wordt helemaal naar wens gemaakt van de klant. Hoe gaat zo'n creatieproces? Nou, wij draaien daar een heel programma voor af. Wij doen allerlei designchecks om te kijken of dat wat de klant wil ook daadwerkelijk haalbaar is. De klant is natuurlijk veel eisend en in het begin wordt alles op het wensreisje aangevinkt. Vaak gaat het om voor standaard dingen. De bijboot moet zo groot mogelijk en zit eigenlijk altijd in te krappe ruimte. Ja. En ruimte is het grootste onderhandelingsobject, zeg maar, aan boord. De boot moet uiteindelijk wel blijven drijven. Ja. We kunnen er zoveel mogelijk opzetten, maar hij moet ook kunnen varen. Ja, dus je hebt een interieurgroep, je hebt een dekgroep, een constructieafdeling en een systemenafdeling die zorgt voor alle techniek aan boord. En die hebben allemaal belangen en alles moet met elkaar samenvallen tot een optimaal ontwerp en wat helemaal past bij dat wat de klant wil hebben. Als de kiel is gelegd en het schip langzaam vorm krijgt, volgt een belangrijk moment. Het keren van de romp. Hierbij wordt het gigantische jacht in zijn geheel gedraaid, zodat het rechtop op haar kiel komt te staan en aan de afwerking kan worden begonnen. Het probleem is alleen, dit kan niet binnen. Daarom verhuist het jacht naar buiten, waar 4 immense kranen de hoofdrol op zich nemen om het schip voorgoed te keren. Op het terrein naast de romp wordt ook een flinke klus geklaard. Want op een groot zeiljacht hoort natuurlijk ook een grote mast. En die wordt gemaakt in, jawel, een nog grotere hal. Alleen wel eentje met een hele speciale functie.
Waar zijn we? Je zou het misschien niet zeggen, maar dit is een enorme oven. Deze hele ruimte kan tot 100 graden Celsius verwarmd worden. En is daardoor misschien wel de grootste sauna ter wereld. 100 graden Celsius? Maar wat maak je dan in deze oven? We maken hier in deze ruimte masten. Ons zusterbedrijf Rondo doet dat. En masten tot een lengte van maximaal 62 meter. Waarom 62 meter? Is het een willekeurig getal? Ja, de 62 is de maximale doorvaarthoogte voor het Panamakanaal. De brug die er overheen gaat, de Bridge of the Americas, is beperkt tot die 62 meter. En de meeste eigenaren willen toch vanuit het Caribisch gebied door kunnen varen de Pacific in, de Stille Oceaan. En vandaar dat ze onder die lengte willen blijven. Aangezien de enorme hal wordt verwarmd tot 100 graden, bestaat het gevaar dat de constructie door de hitte te veel uitzet en op een ongewenste manier vervormt. Om dit te voorkomen zijn om de paar meter inkepingen gemaakt in de massieve betonvloer om de uitzetting van het materiaal op te kunnen vangen en gecontroleerd mee te kunnen bewegen met de temperatuurschommelingen. In de 62,5 meter lange mal wordt de mast opgebouwd door lage koolstofvezel aan elkaar te lijmen, te verhitten en uit te harden. Hierdoor ontstaat de zogenaamde One Piece mast, waarbij 80% van de mast uit één stuk is opgebouwd zonder verbindingen. Dit optimaliseert de sterkte, stijfheid en gewichtsverdeling en geeft een gelijkmatige kromming van het tuig zonder harde plekken. Als deze arbeidsintensieve klus geklaard is, is het tijd om deze kolossale mast in stijl af te werken. Wauw. Ongelooflijk. Ja, dit is zo'n mast van 60 meter en is inmiddels gespoten, gelakt en mooi strak gemaakt. En nu wordt die voorzien van alle toeters en bellen, eigenlijk. Het is niet te bevatten. Het is zo'n gigantische mast wat hier ligt. Ik zie dat er ook aan elke detail is gedacht. Klopt, inderdaad. Alles is uitgewerkt en tot de finesses. Deze eigenaar wil zometeen ook met de wedstrijden mee gaan doen. Performance is daardoor erg belangrijk voor hem. Zowel de eigenaar zelf als zijn team. Die hebben ervaring met internationale Formule 1-achtige zeilwedstrijden. Die ervaringen die ze daar hebben opgedaan, die passen ze ook toe in het optimaliseren van deze unieke mast. Om er zo meteen op het water het maximale uit te kunnen halen. En ook daar wedstrijden mee te kunnen gaan halen en winnen.